en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Truckers en ik leer jullie alles over Bloemschikken. En ik wil jullie als eerst bedanken voor alle leuke reacties en de groei van dit kanaal door jullie afgelopen jaar. Er zijn heel wat video's dit jaar online gekomen, ook voor het eerste jaar. En door jullie is het gewoon heel snel gegroeid en daarvoor dank je wel. En om dat te vieren en om dit jaar echt knallend af te sluiten, heb ik aan het eind van deze video een te gekke winactie. Dus wil je dat niet missen, blijf dan kijken. En dan heb ik vandaag ook echt een hele leuke video. Een speciale video, want ik heb een hele mooie ondergrond van PTMD. En deze komt in een speciale actie online op de site. Dus wil je dit stuk meedoen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het pakket kan bestellen. Wees er snel bij, op is op, dus weg is pech. En dan heb ik ook gelijk nog een leuke mededeling. Vanaf januari komt er elke woensdag en elke zaterdag een video online. Omdat er toch wel heel veel mensen nu thuis zitten. En ik dacht, ja, positiviteit wil ik toch brengen met dit kanaal. Dus elke woensdag om 7 uur, 's avonds. En elke zaterdag om 8 uur, 's ochtends, komt er dus een video online. En heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog, dan gaan we aan de slag. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. En ik kreeg soms de reactie van mensen dat ze geen melding ontvangen. Dan kan je het notificatiebelletje aanzetten. Dus als je dan het belletje aanzet, dan krijg je ook echt een melding. Goed, dan gaan we nu echt snel beginnen. Aan de slag. Zoals ik al vertelde, heb ik echt een super mooi ondergrond van PTMD. Normaal gesproken is deze pot al 40 euro per stuk. Maar ik heb echt een super leuke aanbieding waardoor je het complete pakket kan bestellen voor 40 euro. Maar wees er snel bij, op is op weg is pech. Als eerst gaan we dus de ondergrond eventjes plastic in doen. Omdat het is een soort ijzeren schaal. Ik denk dat het ijzer is, trouwens, hij is ook echt wel heel zwaar. Maar echt wel heel mooie kwaliteit. Maar als ik twijfel of het waterdicht is, doe ik ze altijd eventjes een plasticje onderin. Kan nooit geen kwaad. En dan gaan we de oase snijden en deze bevestigen in de pot. Ik haal jullie wel eventjes iets dichterbij, dan kun je goed zien wat ik doe. Dan begin ik met om aan de zijkant galax te plaatsen. En dit doe ik aan beide kanten. Dan heb ik mooie berengras. En deze ga ik even aan de onderkant bevestigen met een draadje. Buig het draadje eventjes als een haakje. Dan leg ik die erop. En ik ga met het langste draadje eromheen. En dan knip ik de onderkant even af. En deze steek ik er aan de zijkant in. En dit doe ik ook aan de andere kant. Dit herhaal ik dus. Maak dan de onderkant even vast. Knip hem af. Steek hem erin. En het leuke is dat we het nou kunnen buigen. En dat doe ik met beide kanten zoals je ziet. Dan krijgt gelijk het stuk een spannend effect. En dan zet ik dit vast. Met een krammetje. Zoals je ziet, wordt hij al heel mooi apart. Dan heb ik een beetje bolmos. En deze bevestig ik onder het berengras. Zodat je de schaal en ook het plastic eventjes goed wegwerkt. Zo is er geen plastic meer zichtbaar. En daarnaast heb ik nog 3 bolletjes mos en die verdeel ik over het stuk.
Ik vind het ook mooi om het over het krammetje te zetten wat ik net, waarvoor ik net de berengras heb vastgezet. En een beetje in het midden. Zoals je ziet hebben we dan echt al een hele mooie spannende basis, maar we gaan hem nog spannender maken. Dan heb ik hier mooie katjes en daarmee gaan we eigenlijk een beetje hetzelfde doen. Dus we steken hem ook aan de zijkant en laten we aan de, meelopen met het berengras. En dan zetten we hem weer vast met een krammetje. Ik snij altijd alles schuin aan, dus altijd goed om te doen, goed voor de kwaliteit. Juist die takken met het natuurlijke van het groen maakt het heel spannend. En dan heb ik mooie Grasperia bolletjes. Deze vind ik ook echt spannend en leuk in het stuk. Ik ga het op dezelfde manier elke keer herhalen. Dus je steekt hem erin en bevestig hem in het stuk. Ik vind het ook mooi om wat hoger te verwerken en vast te maken aan de katjes of het berengras. Dit doe ik of met een beetje met een klein ijzerdraadje of met touw. Touw vind ik over het algemeen wat natuurlijker, dus dat ga ik nu gebruiken. Je mag best eventjes een wikkeling maken. Als je zegt van gewoon, maar ik wil zo min mogelijk zichtbaar, dan kan je het natuurlijk ook gewoon bij één wikkeling houden. En dan zet je hem gewoon vast met een knoopje. En dan knip je het uiteinde van het touw eventjes af, zodat het mooi is weggewerkt. En dit herhalen we van de ene naar de andere kant. En speel echt met die diepte van de Grasperia bolletjes en in het stuk. De kerstboom is eruit en dan hebben we toch alweer een beetje zin in het voorjaar, tenminste ik wel. De tulpjes zijn er weer, dus dat vind ik altijd een heel leuk effect geven. En ook deze kun je heel sierlijk en mooi verwerken. Dat gaan we ook doen, we halen even het onderste blad eraf. En we verwerken het op dezelfde manier in het stuk als dat we de rest ook hebben verwerkt. Dus we laten het echt meelopen in het stuk. Ik steek ze er eerst eventjes allemaal één voor één in en dan ga ik daarna even kijken wat ik wil vastzetten en wat mooi al staat in het stuk. Je kan het natuurlijk ook onder het onder de katjes en het berengras daartussen laten lopen. Wil je het nou gewoon neerzetten, dan kan je het eigenlijk gewoon zo laten, maar ze gaan natuurlijk nog wat groeien. Dus daarin zullen ze nog wat langer worden. Maar je kan ze natuurlijk altijd eventjes op dezelfde manier vastzetten zoals je de rest ook hebt gedaan. Dus even met een touwtje. Let goed op je lijnenspel. Daar kan je nu mooi mee spelen. Ik laat hem ook wel verder lopen over de vaas heen. Dus met de vaas mee. In plaats van dat ik hem alleen maar buig die kant op, mag het ook best wel wat nog naar de zijkant. Want we hebben juist zo'n mooie vaas waar je mee kan spelen. Ik heb er altijd wel weer zin in hoor, de tulpjes. Ik vind dat een mooi bloemetje. Ook super leuk om mee te werken. Je kan er heel veel mee doen. Ik ga het nou even allemaal bevestigen op de plek waar ik wil. Dus vastmaken met touwtjes en waar ik dat niet wil niet. En dan ga ik daarna even kijken of ik er nog extra tulpjes bij wil steken. Let op dat je hem niet te strak vastmaakt, omdat ze natuurlijk iets gaan groeien en bloeien. Om het stuk nog eventjes te versterken, ga ik nog wat extra katjes toevoegen om eventjes dat lijnenspel nog even extra aan te brengen. En dit doe ik ook met wat los berengras en dit kan je nu, omdat je al zo'n mooi frame hebt gemaakt als het ware met de bloemen en takken, er mooi tussen vlechten.
Dan gaan we nog eventjes iets kleur onder in het stuk aanbrengen. Hier is ook nog wat oase zichtbaar. En ik laat nog eventjes wat roze tulpjes onder het stuk terugkomen. Dit vult hem mooi op, geeft een mooie kleur en houdt hem toch eenvoudig in het stuk, waardoor het lijnenspel gewoon goed zichtbaar blijft. En dan gaan we de allerlaatste oase wegwerken met een klein beetje Tilantia. Dit doen we echt in hele kleine stukjes, want er is al bijna geen oase meer zichtbaar. En die zetten we natuurlijk eventjes vast met een krammetje. En dan hebben we echt een heel mooi stuk. Ik zeg kerstboom eruit en dit mooie stuk erin. Want daar hebben we toch weer zin in. Alles weer lekker schoon. En ja, kom maar op met tulpjes en alle mooie bloemen die er weer aankomen. Goed, en dan heb ik natuurlijk een hele leuke winactie voor jullie. Wat kan je winnen? Je kan een cadeaubon winnen ter waarde van 15 euro. Die je kan besteden op onze hele webshop www.uwonlinebloemist.nl. Wat moet je hiervoor doen? Laat hieronder in de beschrijving weten wat je graag wil leren. Of wat je dit jaar van de video's vond. Of gewoon een leuke reactie wat je wil achterlaten. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk gratis. En ja, dat was het eigenlijk alweer voor vandaag. Dan wens ik jullie een heel goed uiteinde en een heel goed 2021. Daar gaan we natuurlijk voor. En nogmaals bedankt voor alles en tot de volgende keer.